koningbrand. Wikipedia 15 jaar. En 100 jaar voor bedenker van ons volkslied. Goedenavond en welkom erbij. Een geliefde verliezen doet heel veel pijn. En voor enkele families is het vandaag een hele zware dag. Piloot Prem Jal en medepassagier Cesar Kalor zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash. Zij waren op weg naar Apura, maar ergens tijdens de landing ging het mis. Het vliegtuig stortte neer. Dit is het gecrashte toestel, een Cessna 206 die vanmorgen vanuit Paramaribo naar Apura vertrok. Vanaf het moment dat het nieuws bekend werd over het neergestorte vliegtuig, stormden vrienden, familieleden en kennissen van de inzittenden zich naar het vliegveld Zorg en Hoop. De emoties waren duidelijk te zien, geschrokken maar ook erg verdrietig. Ook de medewerkers van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, NCCR, waren aanwezig. NCCR, heeft u al wat informatie voor ons? Helemaal niet. Niets. Maar u bent net geweest, toch? Waar ben ik? Hier binnen. Hebben ze u iets verteld? Luister. Hetgene wat ik heb genomen, is wat ik heb genomen via de nieuwsberichten. Dat alleen. En dat is? Dat is wat u het zelf heeft gehoord. Maar misschien kunt u het nu... Nee, ik kan voorlopig geen informatie geven. Ja? Dank. Ik ben Dien Gummels, directeur van Gum Air. Ik wil jullie even te woord staan, omdat er storm is van de media hier, zie ik. En het gaat erom... dat we hebben vernomen dat er een privévliegtuig is neergestort in de buurt van Apura, vandaag rond 11 uur. Er vermoedelijk zaten er 5 aan boord. Ik heb niet veel meer kunnen bevestigen. Ik wil wel doorgeven dat het geen toestel van Gum Air is. Het gaat om een privévliegtuig. Die vanmorgen om vermoedelijk rond 11 uur is neergestort in de buurt van Apura. Het toestel van het type Cessna 206 is vanmorgen vanuit vliegveld Zorg en Hoop vertrokken naar het inheems dorp Apura. Dit dorp ligt in het district Sipaliwini. Je kan er met de auto, de boot en het vliegtuig naartoe. Met het vliegtuig doe je er 30 tot 45 minuten over. In totaal waren er 5 personen aan boord van het neergestorte vliegtuig. 2 zijn omgekomen en de 3 gewonden worden behandeld door de artsen van de medische zending daar. Vanuit Paramaribo zijn enkele familieleden van de slachtoffers vertrokken naar Apura. En als dit nieuws niet al erg genoeg is, krijgen we ook nog te horen dat de grootmoeder en haar 2 kleinkinderen zijn omgekomen in een brand. Dat gebeurde aan de Munderweg. De grootmoeder en haar kleindochters waren in de bovenverdieping. En het was moeilijk voor hen om het huis te ontvluchten. De moeder van de meisjes kon snel met nog een kindje het huis uitrennen. De bovenwoning was binnen een kwartier volledig afgebrand. De brandweer heeft alle moeite gedaan om oma en haar kleinkinderen te helpen. Maar helaas kwam de hulp te laat. Wij wensen de nabestaanden van de crash en de brand heel veel sterkte toe. Wikipedia bestaat 15 jaar en we weten eindelijk wat die rooklucht was boven Paramaribo. Deze berichten vandaag in ons korte nieuwsblok. Grote rookwolken waren de laatste dagen te zien rond het kustgebied van Paramaribo. Maar waar het vandaan kwam, dat wisten de mensen niet. Velen waren ongerust, gingen met elkaar in discussie op social media en dachten dat het misschien smog was, een soort van luchtvervuiling. Gelukkig is dit niet het geval. De brandweer heeft ontdekt dat er op plantage Rust en Werk in Komowijnen een eigenaar van een groot stuk grond veel bomen had gekapt en deze vervolgens in brand heeft gestoken. Hij wilde er gras op laten groeien en er vee op laten grazen. Door de sterke wind van de zee waaide de rooklucht helemaal mee naar Paramaribo. De brandweer heeft gisteren
de brand geblust. Het is een feestje bij de online encyclopedie Wikipedia. Ze bestaan vandaag namelijk 15 jaar. Wikipedia is een van de grootste en belangrijkste informatiebronnen op het internet. Had je vroeger de kasten nog vol staan met boeken waar je van alles kon opzoeken? Nu kan je dat vinden op internet. Wikipedia wordt zelfs zoveel bekeken dat het op plaats 7 komt in het rijtje van de meest populaire sites ter wereld. Ook de kinderen van de Christus Koningsschool weten wel raad met deze site. Ik gebruik Wikipedia om informatie van te halen als ik een verslag of spreekbeurt heb. Als ik een verslag moet maken of iets te weten wil komen over bepaalde mensen, een spreekbeurt, werkstuk, dan zoek ik op Wikipedia. Sowieso heb je Google nodig of je kan ook zelf gaan informeren. Maar het beste en het makkelijkste is om Wikipedia te gebruiken. Ondanks de grote bekendheid van Wikipedia zijn de oprichters wel een beetje bang. Het aantal mensen dat artikelen plaatsen op de site neemt namelijk al jaren af. Maar desondanks staan er nog steeds miljoenen artikelen op. Genoeg informatie dus voor je werkstukken. Voordat de school begint met de lessen, aan het begin bij een DNA-vergadering of aan het begin van een voetbalwedstrijd. Bij elke officiële gebeurtenis in ons land is hij aanwezig. De dichter Trefosa. Door het zingen van ons volkslied worden we steeds herinnerd aan hem. Als hij nog in leven was, zou hij vandaag 100 jaar worden. Dit wat je hier hoort is het tweede couplet van onze volkslied in het Sranantongo. Die werd geschreven door de dichter Trefosa. Trefosa, hoe hij meer genoemd wordt, heet eigenlijk Henry de Siel. Hier op de Schutschool werd er vandaag speciaal een les verzorgd over Trefosa door Soulile Brinker. Hoe gebeurt dat? Trefosa, hij heeft ervoor gezorgd dat Sranang werd verheven naar naar een hogere kwaliteit, dat men zag van, hey, Sranang is niet gewoon een marktaal of een slaventaal. Het is een taal dat verheven wordt, dat je kan gebruiken in de poëzie. Van Opokondremang Opo vind ik die het mooist, want ze zeggen dat wij Surinamers op moeten staan voor ons land. Strede stree, winosa vrede, garudewi, visimang. Want alles er wat in ons land, dus tussen ons bevolkingsgroepen. Ze moeten niet bang zijn, we moeten doorgaan, want God gaat voor ons. Trefosa heet dat Henry de Siel. Ik zei ook aan die kinderen van, we zijn allemaal hebben een ziel, dus allemaal hebben we Trefosa in ons. En het is altijd mooi als een kind van een land om te zien dat iemand die geboren is in jouw land zoveel bereikt. En Suriname eigenlijk op de map heeft gezet. Mi anomi, solang mi brudu fu you ane trubu na ini den dusun tite fu mi skin. Wat Trefosa zo bijzonder maakt, is dat hij de eerste persoon was die gedichten in het Sranantongo schreef. De Nederlandse cultuur en taal is altijd gebleven in Suriname. Ook Trefosa is opgegroeid met de Nederlandse taal. Toch interesseerde hij zich als dichter en schrijver in het Sranantongo. De taal van zijn voorouders en begon hierin te schrijven. Dit is best knap, omdat veel mensen het Sranang vroeger niet als een taal zagen, maar als simpel een communicatiemiddel. Met het schrijven van het Surinaamse volkslied heeft hij een grote stap gezet in de echte Surinaamse cultuur en hij heeft veel mensen geïnspireerd om ook in het Surinaams te dichten. In 1959 is het feest als Suriname een eigen wapen, vlag en volkslied presenteert. Henny is daarbij. Het nieuwe couplet in het Sranang geeft de taal een officiële nationale status. Uit duizenden kelen klonk toen ons nieuwe volkslied. Zijn bekendste dichterbundel heet Trochi, wat voorzang betekent. Deze bundel kent 19 gedichten. Trefosa heeft in 2012 een eigen staanbeeld gekregen en zijn gedichten zijn in zowel Nederland als Suriname heel bekend. Hij speelde zoveel met woorden dat hij zelfs
woorden bedacht, nieuwe woorden. Kan je dat voorstellen dat jij een nieuw woord bedenkt? Ja, en dat is refidentie, wat onafhankelijkheid betekent. Een van Trefosa bekende gedichten is Gromama. Die is geschreven in het Sranatongo. Deze leerlingen mochten samen met Sulile oefenen hoe je eigenlijk een gedicht moet voordragen. En dan? Sting! Zachter, niet zo agressief met Sting. Sting heeft meer liefde nodig. Sting, goed zo. Dat hij ook in zo'n tijd dat Sranang echt verboden was. Want daar wordt zijn naam ook van een van de wetenschappers aan ontleed. Trief, verboden vrucht, Trefosa. Dat hij toch is doorgegaan. Dat mensen zeggen van ja, het gaat niet lukken, my boy. Maar hij is toch doorgegaan. En hij heeft het gewoon geflikt. Hij heeft gewoon geflikt dat Sranatongo een poëzietaal is geworden. Dat het is verheven naar God de cultuur qua taal. Mi ano mi, solang ami no krari, fu kibri, fu tjari. Sowieso vind ik dat wel in de media ook. En mensen zoals ik ook, ik bedoel, ik ben zelf dichter, dat we meer moeten doen. En meer in scholen. Dat zal echt goed zijn. Trefosa, Trefosa, Trefosa. Trefosa, Trefosa. En dat was het weer voor vanavond. Fijn weekend en ik zie je maandag. Tamboem. Ciao.